Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Douanebond en de regering buigen zich over gemaakte afspraken. Bankiersvereniging deelt zienswijze verbeteren economie met regering. Regering bespreekt veiligheidscrisis met Surinaamse politiebond. En president Santokki ontvangt rapportage status Port Nikeri. De leiding van de douanebond en de regering hebben van gedachten gewisseld over eerder gemaakte afspraken. Tijdens een ontmoeting op het kabinet van de president heeft bondsvoorzitter Joyce de Vlucht de regering onder meer om voortvarendheid gevraagd in het afhandelen van punten die al vanaf 2021 op tafel waren gelegd. De ontmoeting vond plaats op 2 maart 2023. We hebben niet alleen met de douanebond, er waren ook leden van de bondontvanger, Zoekenbond die onder mij valt. Laat maar zeggen, in grote lijnen, het zijn zaken die vorig jaar reeds waren besproken en eigenlijk niet zijn gerealiseerd. En we hebben dus gevraagd aan de president om ons weer te ontvangen en dat we nu eigenlijk spijkers op koppen willen slaan. De verschillende ministers waren aanwezig, die aanwezig moeten zijn. Dus we hebben nu eindelijk weer een minister van Financiën, minister Agobar Singh. En ik mag zeggen, we hebben al een eerste gesprek met hem gehad. En het ziet er hoopvol uit. Maar in aanwezigheid van de president hebben we toch gevraagd dat er urgent wordt gekeken naar de zaken van ons. Want er zijn zaken die vanaf 2021 zijn toegezegd door de vorige minister, maar niet gerealiseerd. Dus laten we zeggen, al met al zijn er goede afspraken nu gemaakt. Waarbij we dan, ik denk misschien de komende week al, maar op zeer korte termijn, met de minister gaan zitten en natuurlijk het managementteam om te kijken in hoeverre de zaken al gevorderd zijn en waar nog moet worden aangepakt. En kijk, we blijven positief. Zeker na zo'n goed gesprek met de minister 2 weken ongeveer geleden. En dan kijken we zeker uit naar die goede samenwerking. En daarnaast hebben we ook nog andere zaken naar voren gebracht. Die ook al op papier stonden, ook al waren besproken. En dit keer stellen we niet natuurlijk op prijs. We hebben gezien dat de minister, direct de minister van GBB erbij heeft gehaald. En dat stemt ons goed, want het gaat meer om grondzaken. Niet alleen dat wij vragen om een stukje grond voor onze ambtenaren, maar er is ook een zaak waarbij wij als douanebond al 80 jaar onze perceel, groot perceel hebben, waarbij we zeker 120 ambtenaren kunnen onderbrengen. Maar we hebben hulp nodig van zeker OW, ministerie van OW, ministerie van GBB, om dat te realiseren. Dus ik ben blij dat de minister van GBB aanwezig was. Alleen ontbrak de minister van OW. Nou, zouden de afspraken nog sneller gemaakt kunnen worden. Maar laten we zeggen, we staan er positief tegenaan. Dus de actoren die eigenlijk betrokken moeten zijn bij de verschillende zaken van ons die zijn blijven liggen, die waren aanwezig. Suriname heeft een kleine economie. Als we willen verdienen, gaan we moeten verenen. Het voorgaande zegt Hakerinbank-directeur Rafik Shuraj Pandey. Namens de Surinaamse Bankiervereniging heeft hij samen met René van Rooij van de DSB Bank een ontmoeting gehad met een regeringsteam onder leiding van president Chandrika Persat Santokki. Dit gesprek op woensdag 1 maart 2023 lag in het kader van het vooroverleg om te komen tot een nationale dialoog. We hebben het overleg gehad, het vooroverleg voor de nationale dialoog met als bestuur bankiersvereniging, met de president en een team van ministers. En waar we het over gehad hebben, wat wij van belang achten. We hebben 17 februari gehad. En we hebben allemaal een rol te vervullen
om te zorgen dat dit nooit weer gebeurt. Welke rol zien we voor elkaar? Wat denken wij als bankwezen dat de regering zou moeten doen? Welke accenten zouden sterker gelegd moeten worden? En wat bijdrage kunnen wij als bankwezen leveren daaraan? Ja, dus dat was de strekking van het gesprek en natuurlijk daarop gebaseerd dan de topics die daarbij horen. Kunt u misschien globaal aangeven welke aspecten aan de orde zijn gekomen en welke oplossingsvoorstellen voor dit moment zijn aangedragen? Dus wat wij naar voren hebben gebracht is dat wij prudent financieel beheer vanuit de overheid erg belangrijk vinden. We moeten niet vergeten hoe we in deze situatie zijn gekomen, is ontspoorde overheidsfinanciën. Dat het dus erg belangrijk is. We begrijpen dat de sociale nood ook hoog is. Maar dat betekent dat we dus evenzeer ook prioriteit moeten geven aan ontwikkeling, groei van economische bedrijvigheid, export. Want het beste sociaal beleid zien wij dat iedereen in Suriname kan, een goede baan kan hebben, een goed inkomen kan genieten. Dus daar moet het accent, daar moet de prioriteit aan gegeven worden. En daar moet de overheid maatregelen voor treffen op het gebied van regelgeving, investeringswet, andere zaken zoals public sector reform, waardoor het facilitering van ondernemerschap beter wordt. Wij als banken kunnen daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren in partnerschap met de staat, onder andere voor wat betreft het aspect van financial inclusion, de toegang tot het financieel systeem. We beseffen dat als iemand geen toegang heeft, geen betaalrekening heeft, ja, en je alles cash moet doen, dat je in een soort survival mode bent. Dat je niet kan sparen, kan lenen om te werken aan een betere toekomst. Dus de overheid, de regering geeft een prioriteit voor wat betreft het sociaal beleid, subjectsubsidie. Dat kan heel goed samengaan en de banken hebben ook een commitment afgegeven om dat samen te doen gaan met financial inclusion. Maar ook access to finance. Dingen. En met name bepaalde sectoren welke deviezen genererend kunnen zijn. Agrarische sector, toerisme bijvoorbeeld. Zou je extra kunnen stimuleren, access to finance kunnen verbeteren, onder andere vanuit het bankwezen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de regering maatregelen moet treffen die het risicoprofiel en het ondernemen in die sectoren ook verbetert. Waardoor we samen de resultaten kunnen realiseren. Dus er is vanuit het breder kader waar willen we naartoe met het land. De ontwikkeling, de aspiraties en de ambities die we als samenleving hebben. En wat verwachten wij als bankwezen van de regering. En wat kunnen wij ook bijdragen als bankwezen om die ontwikkeling te doen accelereren, te doen versnellen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zijn kabinet een overleg gehad met de Surinaamse politiebond. Het staatshoofd heeft de bond uitgenodigd na een schrijven van het bestuur te hebben ontvangen met betrekking tot de veiligheidscrisis in Suriname, als ook andere zaken. De gesprekken hebben op 1 maart 2023 plaatsgevonden. Wij spraken Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse politiebond. De Surinaamse politiebond die had 2 weken geleden een algemene ledenvergadering waarbij er 2 moties vanuit de vergadering waren voortgekomen. Eentje die ging erover dat het bestuur het mandaat had gekregen van de vergadering om met de president te gaan praten over loonaanpassing. Het werd loonaanpassing, geen verhoging hoor, loonaanpassing. En het tweede ging over bevorderingen. Dat van de bevorderingen, dat was eigenlijk op het bord van de korpschef, maar dat van de loonaanpassing moesten we dus brengen bij de president. We hadden dus toen die motie gestuurd naar de president met een begeleidend schrijven.
Maar daarnaast had het bestuur ook een brief geschreven met betrekking tot de veiligheidscrisis in Suriname. Na dat geval van de plunderingen van 17 februari. Vandaar dus dat wij een uitnodiging hebben gehad van de president om vandaag hier te zijn. En we hebben dus daarover gesproken. De president die heeft de zienswijze van de regering gepresenteerd. Met name over de economische situatie en de mogelijkheden die de regering heeft. Hij heeft ons aangegeven dus dat de regering op dit moment niet in de gelegenheid is of niet in de positie is om loonsaanpassingen te plegen. Maar wij hebben van onze zijde wel wat voorstellen gedaan natuurlijk. Met name om te gaan kijken naar dat van de armoedegrens, de belastingsgeven, et cetera, et cetera. En de president dus heeft dus aangegeven dat hij dat soort zaken zal meenemen. Maar voor de details is het toch wel goed dat wij eerst onze ALV gaan informeren. Maar dat was het in grote lijnen, met betrekking tot de motie. Maar met betrekking tot dat van de veiligheidscrisis waar wij hebben gesproken, waarover we hebben gesproken, we hebben dus in elk geval de aandacht gevraagd van de president van luister. Onze leden die hebben onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten werken, 17 februari laatst. De veiligheid van onze leden was enorm in gevaar. En we hebben in elk geval de aandacht gevraagd dat wij attributen nodig hebben, middelen voor onze leden, om onze grondwettelijke taak op een correcte wijze uit te voeren. NV Havenbeheer Suriname en Phoenix Development Company zijn een partnerschap aangegaan voor de ontwikkeling van een diepwaterhaven en een speciaal economische zone in het district Nikeri. In dit kader hebben leden van beide partners, als ook algemeen directeur van Staatsolie, Anand Jagisser, en minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, een bespreking gehad met president Santokki. Bij deze gelegenheid is op 1 maart 2023 de status gepresenteerd aan het staatshoofd. In grote lijnen, het gaat meer om de verdere ontwikkeling van de haven natuurlijk. Wat zijn de aandachtspunten in dit traject nog? In de samenwerking havenbeheer, Phoenix Development en Firebird is daarbij dus een van de, zeg maar, het bedrijf dat het gas verder weer gaat ontwikkelen. Omdat ze dus opportunities zien wereldwijd en de vraag naar gas, die vraag stijgt. Dus daardoor hebben ze dus aangegeven van hey, gezien de gasvoorraden in Suriname, maar ook in het buurland Guyana, willen ze daarop veel sneller gaan inspelen. En hebben ze dus een goede presentatie verzorgd. Althans, een overview welke richting ze opgaan, hoe het allemaal eruit kan zien en hoe de ontwikkeling van de haven daarbij ook gebaat zal zijn. Staatsolie is ook uitgenodigd, is ook aanwezig. Het team, meneer Jagisser en CEO Jagisser en zijn team. Zij hebben natuurlijk ook vragen. Vragen waarbij je dus zeg maar meer technisch hoe dat allemaal in elkaar zit. Met betrekking tot de opportunities die er zijn. Hoe Firebird er naar kijkt, Phoenix Development er naar kijkt. En natuurlijk ook havenbeheer. Maar belangrijk is dus dat we de samenwerking die we tot stand brengen in deze, dat ook Firebird heeft gezegd, ik wil een FID uitbrengen op gas. En daarbij heeft de Staatsolie ook aangegeven, wij willen dan ook kijken naar de feasibility. Dat plan, hoe dat plan eruit ziet van Firebird, zodat ze ook verder kunnen gaan. Natuurlijk, bij dit soort ontwikkelingsprojecten zou je dus een non-disclosure agreement moeten tekenen. En dat is dus ook besproken, want uiteindelijk wissel je informatie uit van elkaar om te weten hoe die samenwerking eruit zal zien. En in die samenwerking, hoe ga je gezamenlijk doelstellingen bereiken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat
Zeker in investeerders van grote projecten en die daarbij ook hun voordelen willen hebben. Dat wij als land kijken naar hoe kunnen we dat faciliteren en is het ook haalbaar. En daarbij zijn de werkarmen in deze, onze staatsbedrijven, Staatsolie, maar ook Havenbeheer Suriname. Dus ik denk dat het vandaag ook een goed moment was dat de investeerders, de partners zeg maar, van Havenbeheer in deze, hebben aangegeven. Dus we willen een FID uitbrengen, maar aan de andere kant Staatsolie, oké. Okay. Laten we zien wat de haalbaarheid is. En dat zijn dus terechte vragen waarbij ik meen dat wanneer zij dat technisch met elkaar uitwisselen, dat ze eruit zullen komen. Dat vertrouwen heb ik. Verder denk ik dat wanneer we praten over gas gaan ontwikkelen, verder gaan ontwikkelen, dat je praat over een vliegwiel ook eerder op gang brengen, werkgelegenheid creëren. Want de haven bouwen is niet een klein project, zeker een diepwaterhaven niet. En creëer je werkgelegenheid. Je zal ook alle sectoren die daaraan gekoppeld zijn, meenemen in die ontwikkeling. Maar ook je lokale bevolking, maar ook anderen die daarbij zeg maar kansen zien dat ze zich verder gaan ontwikkelen en verdiepen in die sectoren. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.